We staan hier in de Dream Hall van de Technische Universiteit in Delft, waar ingenieurs achter mij werken met passie aan innovaties. Ze werken bijvoorbeeld aan een exoskelet, mensen helpt met een dwarslesie om weer zelf te kunnen staan en zelf te kunnen lopen. Er wordt hier gewerkt aan de Nuna, hoe je zonne-energie kunt gebruiken om efficiënte voertuigen mee te maken. En ze willen veilige, zuinige, duurzame, betrouwbare oplossingen voor echte problemen die de samenleving heeft. En Nederland is daar goed in. Slimme oplossingen voor grote problemen in de wereld op het gebied van privacy, veiligheid, transparantie, duurzaamheid, etc. Grote voorbeelden die we in Nederland hebben is de Rotterdamse haven. We zijn aan het nadenken over vliegvelden van de toekomst. Bekend door prijzen voor innovatie is de Dutch Fairphone, waarbij een aantal maatschappelijke eisen in het ontwerp zelf worden belichaamd als het ware. Componentenopbouw, grondstoffen die niet uit dictatoriale regimes komen. Er zijn ook gevallen van waarin het niet zo goed is gegaan met die innovatie en de aanpassing aan de samenleving. En daar hebben we weer van geleerd. Bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier en de smart meter. Wat daar mis is gegaan is dat we onvoldoende de privacy en security aspecten in het ontwerp hebben meegenomen. En uiteindelijk merk je dan dat na een aantal jaren zo'n project niet wordt geïmplementeerd en niet wordt gebruikt en ook door de politiek wordt verworpen, omdat die maatschappelijke aspecten daarin onvoldoende zijn geborgd. Nou, wat leren we daarvan is dat je maatschappelijke, ethische en juridische requirements, eisen, proactief en in een multidisciplinaire omgeving in het ontwerp moet meegeven. Dus dat de ethiek en de maatschappelijke discussie op plaatsen zoals deze gestalte moet krijgen en van meet af aan moet worden meegenomen. Dat betekent natuurlijk dat de mensen die daaraan werken dat heel scherp op het netvlies moeten hebben. Als je dat doet, dan creëer je kansen, dan zie je opportunities voor innovatie die anderen niet zien, die niet aan die maatschappelijke aspecten denken. Dan krijg je vertrouwen bij de burger en bij de klant, omdat je daar heel expliciet en in vroegtijdig stadium aan denkt. Dan krijg je aanvaarding en aanvaardbaarheid van nieuwe technologieën. En dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Slimme oplossingen, betrouwbare oplossingen, ethisch verantwoorde oplossingen voor de grote vraagstukken in de wereld. En op die manier heb je ook een fantastische kans om bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partijen bij elkaar te brengen om daar allemaal aan te werken. En zoals gezegd, Nederland is daar heel goed in. Dat heeft ook zijn beslag gekregen in een MVI-programma dat nu al 7 jaar met succes loopt. Dat ook onderdeel is geworden van het topsectorenbeleid in Nederland. En dat navolging heeft gekregen naar Nederlands voorbeeld in Europa in het Horizon 2020-programma. Er is zo'n 500 miljoen uitgetrokken voor dat thema, heel breed beleg, van de 80 miljard. En het heeft ook navolging gekregen in China en in de Verenigde Staten, waar een journal op het gebied van responsible innovation is gestart. Kortom, we hebben hier een heel interessant en ethisch verantwoord exportproduct. En NWO is er heel erg in geïnteresseerd om samen met VNO-NCW en met maatschappelijke partijen dat op de agenda te zetten van Nederland. Hartelijk dank voor de aandacht.